dit zijn mijn MMA. DNA Profix. Van UFC 216. Dan krijgen we een andere partij, een hele mooie partij. Het is Dmitry Johnson tegen Ray Borg. Nou, die partij die was vorige keer niet doorgegaan, omdat Ray Borg dus met zijn gezondheid kamp had. Weightcutting problemen, noem maar op. Die partij gaat nu hopelijk wel door. Maar ik zeg je, Dmitry Johnson, die blijft de winnaar, die blijft die belt houden, die gaat de record neerzetten. Dmitry Johnson versus Ray Borg. Dmitry Johnson is gewoon nummer 1 op dit moment, pound for pound. Het is een klein mannetje. Maar goed, hij wint ze allemaal, hij domineert. Ik denk deze wedstrijd ook. Wat wel gewoon een ronde, wedstrijd over 5 rondes. Ik denk dat hij domineert, of staat als wel op de grond. Wat geen knockout of submission. Hij gaat hem pakken over 5 rondes. En gewoon zware dominantie op punten. Dmitry Johnson tegen Ray Borg. Ik denk dat Ray Borg van goede huisje komt, maar ik denk dat Dmitry Johnson gewoon allround een betere vechter is. Dus denk ik dat Dmitry Johnson zal winnen. Ray Borg en Dmitry Johnson. Ik moet bekennen dat ik niet heel veel weet van Ray Borg. Maar ja, ik heb Mighty Mouse genoeg zien vechten en dat is gewoon een heel erg hoog niveau. Ik denk niet dat er iemand in die divisie in de ronde loopt die, die net zo indrukwekkend is als hem. Ik ga gewoon voor de champ. Die gaat gewoon zijn record pakken hier al. Johnson tegen Borg. Ja, dan ga ik toch voor Johnson. Ik denk dat Borg niet sterk genoeg is om Johnson van zijn zoveelste overwinningen af te houden. Johnson. Dmitry Johnson tegen Ray Borg. Ga ik voor Dmitry Johnson als jullie mij nou onderhand wel kennen. Ik ben een zware Dmitry Johnson fan. Beste MMA vechter die er nu rondloopt. / een van de beste die er ooit heeft rondgelopen. In mijn ogen en in mijn opinie. Kan alles, doet alles. Dus Dmitry Johnson gaat geschiedenis schrijven. Meeste titel defenses in UFC history gaat hij maken. For DJ versus Borg, it should be a great fight. I originally, when the fight first got announced, I picked Borg to win. I had like a weird dream and I foresee it going the way it was my dream. I saw Borg getting his back at one point and catching with a rear naked choke. I don't know why I saw that so vividly in my dream. I really don't have dreams like that. So I saw that vividly. But at first that was my original pick, but since he had the weight issues and everything like that, I don't know. It's left a bad taste in my mouth. I still like Borg as a fighter. I think he's a really exciting fighter, but now I'm leaning towards DJ now. So I'm gonna pick Demetrius Johnson. I don't know how exactly he's gonna win. So I'm just gonna say just a safe pick is unanimous decision. I'm going to say DJ unanimous decision.